kunnen begrijpen en ook goed kunnen samenleven. En daar hebben we verschillende projecten die hier aan bod zijn gekomen. Gaat het over scholen, gaat het over bepaalde initiatieven in de sociale sector, organisaties in de sport. Dat is hier allemaal besproken met heel veel ideeën en met die ideeën gaan we nu verder werken. Denk je dat in Antwerpen niet genoeg voor de samenleving? Wel, ik denk dat we heel goede voorbeelden hebben waar wordt aangetoond dat we kunnen samenleven. Dat er ook heel goede projecten zijn die dat onderschrijven, maar dat we daar nog extra inspanningen moeten doen en maar ervoor te zorgen dat iedereen hier naar school kan gaan, zijn kinderen naar school kan sturen, dat iedereen ook hier werk vindt op de arbeidsmarkt zonder discriminatie en dat iedereen hier kan wonen. In woningen aangepast aan de gezinssituatie. En daar hebben we allemaal concrete voorstellen die wij willen realiseren een volgende legislatuur. Wat vind je zelf van de prestatie van de stadsamenleving? Wij hebben heel wat stadsateliers georganiseerd. Dit is de laatste en dit is het meest succesvolle. Met heel veel deelnemers, meer dan 120 mensen, zijn hier gekomen om te debatteren, om ideeën uit te wisselen. En ik ben heel, heel positief en heel enthousiast. Gaat u zo doorgaan naar een andere stad of alleen maar in Antwerpen? Alleen maar in Antwerpen. Oké. Okay. Dank u wel. Dank u. Hartelijk dank iedereen voor jullie aandacht. Dank jullie wel. We gaan afronden de gesprekken aan tafel. Daar zitten we langzaam aan een punt achter. Uiteraard zijn nog niet alle woorden gezegd. Het spijt me, maar zo meteen na de speech kunnen jullie natuurlijk nog verder netwerken, praten, ervaringen of ideeën uitwisselen. Doe gerust aan de tafels zelf, dat zien jullie liggen ook allemaal nog kleine papiertjes. Heb je je ding nog niet kunnen vertellen aan tafel? Laat u gaan, schrijf het op. Op die kleine papiertjes kan u uw idee nog neerpennen. En als u de zaal verlaat, staat er een mooie traditionele brievenbus waarin we al die ideeën graag zien binnenkomen. Ik denk dat het natuurlijk voor mij niet mogelijk is om alle ideeën en alle discussie die jullie gehad hebben, om dat in een korte speech, maak u geen zorgen, om die mee te nemen. Maar ik ga toch een poging doen om belangrijke elementen nog eens. Onze stad bestaat uit 525.000 mensen. Ieder met eigen dromen en doelen, met een eigen afkomst en geschiedenis. Mensen met 170 verschillende nationaliteiten leven hier in onze stad. Alleenstaande en grote gezinnen, gelovigen en niet-gelovigen, mensen die het geluk hebben dat hun hard werk en financieel onafhankelijk maakt en mensen wiens hard werk die vruchten nog niet hebben opgeleverd. En het is, beste vrienden, onze plicht van het beleid om eenheid te creëren in die diversiteit, om het samenleven te bevorderen. Dat is onze plicht, onze opdracht vanuit de politiek en voor iedereen die zich in die politiek ook engageert. Niet, voor alle duidelijkheid, door mensen te verplichten hun eigenheid achter te laten en zeker niet door segregatie te bepleiten. Wie zegt dat een bepaalde gemeenschap zich mag gedragen, zichzelf mag zijn op voorwaarde dat ze aan de zijkant van de samenleving blijft staan, die heeft het niet goed voor met deze stad, met deze mensen, die heeft niet het beste voor met zijn inwoners. Terwijl de realiteit, en het is daar straks gezegd, de realiteit is dat samenleven in onze stad eigenlijk best wel goed loopt. Het is altijd natuurlijk, zeker in de media, het slechte, slechte, slechte. Maar we moeten toch ook onderkennen, en er straks heeft Jan dat ook onderstreept, er loopt toch ook veel goed. Mensen komen elkaar tegen in park- en sportclubs, in speeltuinen, in winkels. En op die plaatsen zijn al heel veel mooie dingen gerealiseerd. En bovendien telt onze stad ontelbare initiatieven. En er zijn hier vele aanwezig. Vaak van vrijwilligers die de mensen nog wat dichter bij elkaar brengen. En een aantal van die bezielers, van die initiatieven, en ik zou hun eigenlijk bij deze willen samenlevingshelden noemen, zijn hier vanavond aanwezig en ze hebben toelichting gegeven bij datgene wat zij al jaren met heel veel passie en engagement doen.
Ze vertegenwoordigen organisaties die even divers zijn als de stad zelf. Ze hebben allemaal een eigen aanpak, een eigen publiek en ook een eigen doel. Door al die projecten hebben ze gemeen. Dat stuk voor stuk focussen op iets universele taal van het voetbal of van de kunst of van de drang naar nieuwe kennis. Zij tonen aan dat mensen in onze stad kunnen en willen samenleven. Zij tonen ook aan dat iedereen daarbij vooral zichzelf mag zijn. Ongeacht geloof of je afkomst of je voorkomen, iedereen is thuis bij die projecten. En jullie hebben daarover gediscussieerd en met heel veel passie dat ook overgebracht. En daarom zijn wij ervan overtuigd dat dit soort projecten de steun van de overheid verdient. Het zijn projecten die van onderuit opgestart zijn. Het zijn niet projecten die door mensen van de politiek zijn opgetrokken. Nee, ze zijn allemaal van onderuit gegroeid. Die vertrekken van de buurt of het plein of de straat van een gemeenschappelijke deler die mensen samenbrengt. En dit zijn projecten zonder vooroordeel. Zonder oogkleppen. En dat hebben we meer dan ooit nodig. Op alle vlakken. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over kansen die mensen hebben op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. En vanavond is er bijvoorbeeld ingegaan hoe je moet omgaan met superdiversiteit in de klas. En over taallessen voor nieuwkomers, zodat ze snel mee kunnen. En over het promoten van echte buurtscholen, waar kansrijke en kansarme kinderen samen op de speelplaats in de klas zitten. Waar er ook het PEP VZ2 coachingtrajecten aanbiedt voor studenten uit kansengroepen. En hier zijn ook heel wat projecten heel goed voorgesteld. Het zijn dat soort projecten en initiatieven die ervoor zorgen, beste vrienden, dat iedereen voluit zijn talenten kan ontwikkelen. En ook de volgende stap, na het onderwijs, naar de arbeidsmarkt, willen we voor iedereen die stap zo klein mogelijk maken. En feit blijft dat er op de arbeidsmarkt nog gediscrimineerd wordt. Dat is een feit. Mensen, jonge mensen die zwaar gestudeerd hebben en dan met een diploma komen en vragen, mag ik hier werken? En men kijkt naar de naam en men zegt, jij niet. En die mensen moeten dan verder geëngageerd worden en verder gedynamiseerd. Dat is iets dat we niet kunnen aanvaarden. En vandaar hebben we samen met Naïmia en vele anderen in het parlement ervoor gezorgd dat eindelijk er mystery calls zijn. Praktijktesten. Om te zeggen, luister eens hier, dat gaan we niet aanvaarden. Geen heksenjacht tegen de ondernemers, evident, maar wel een duidelijk signaal. Dat het niet op afkomst, op naam of andere elementen, dat men u mag weigeren om een job te geven. Wat CD&V Antwerpen wil doen, is iedereen een kans geven op een beter leven. In de klas, op de werkvloer en ook thuis. Want iedereen van ons wil een warme thuis. Een plaats waar hij of zij in een redelijk comfort kan wonen. Op maat van de eigen gezinssituatie en behoeften. En daarom willen wij meer investeren in sociale huisvesting. Wij willen een rollend woningfonds invoeren dat leegstaande privéwoningen renoveert en daarna via sociale verhuurkantoren verhuurt. Tot slot willen wij innovatieve vormen van betaalbaar wonen introduceren. En we zouden bijvoorbeeld, en dat stond ook vandaag in de krant, en daar is al heel wat rond te doen geweest, maar het zijn voorbeelden zoals in Hasselt, om bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen in te voeren voor wie in bepaalde woontorens mag huren of kopen. Zo krijgen bijvoorbeeld jonge gezinnen en alleenstaande extra kansen op die woningmarkt. En er is nog een ander element voor de alleenstaande. We hebben heel veel alleenstaanden in deze stad. Voor die alleenstaanden moeten we ook oog hebben. Meer dan de helft van de Antwerpse gezinnen zijn alleenstaande of alleenstaande ouders. Meer dan de helft. Dat is indrukwekkend. Een aantal grote uitgavenposten zijn voor hen even hoog als voor koppels. En dus we willen dit ook aanpakken door bijvoorbeeld de tarifiering van de drinkwatermaatschappij Waterlink aan te passen, waarbij de vaste vergoeding enkel wordt bepaald door het aantal bewoners van een huis,
Wij willen ook structurele inkomensgerelateerde ondersteuning van alleenstaanden invoeren via jaarlijkse korting op de gemeentebelasting van 100 euro. En we voeren ook een toelage in voor de naschoolse kinderopvang voor kinderen van alleenstaande ouders, omdat die ook meestal in armoede leven. Beste vrienden, waar het voor ons om draait, waar het altijd om draait, dat is dat elke mens telt. Als individu, als deel van een gemeenschap, als persoon die meer is dan een huidskleur of een gezinssituatie of een thuistaal. Samenleven, dat moeten we ook onderstrepen, is niet altijd gemakkelijk. Maar wij weigeren om ons neer te leggen bij de idee dat Antwerpen een modern Babylon is. Omdat wij vele goede voorbeelden zien. Dat we verder moeten stimuleren. Omdat wij de verenigingen en vrijwilligers en professionals kennen die in buurten en wijken van stad het verschil maken. En dit stadsatelier geeft ons nog meer ideeën en nog meer overtuiging dat we de juiste weg bewandelen. En nog meer ideeën om die diversiteit, superdiversiteit, in deze stad, om die verder te ontwikkelen op een positieve manier. En ik sluit af, ik wil nogmaals jullie van harte danken voor jullie aanwezigheid vanavond. En natuurlijk heel, heel veel succes toewensen in alles wat jullie verder gaan ondernemen. En het is voor mij een zeer groot genoegen, dat heb ik nog meegekregen, om als slot van deze prachtige avond, om jullie nog een drankje aan te bieden en nog na te vertellen. En ik hoop dat we elkaar nog vele keren tegenkomen, omdat alleen op die manier wij deze prachtige stad met een superdiversiteit, met een aantal belangrijke uitdagingen, kunnen de toekomst geven aan diegenen die het verdienen, zijnde alle Antwerpenaren. Dank u wel. Hartelijk dank. Het was een fantastische avond. Geniet ervan, school, en blijf ons volgen op sociale media, Facebook en Twitter. Dank u. Goedenavond. Wat maakt volgens u het leven in Antwerpen aangenaam? Volgens mij, ik denk de diversiteit in Antwerpen zorgt ervoor dat we een verschillend palet hebben waar we van alles een beetje kunnen eten. En dat zorgt ervoor dat voor mij Antwerpen de stad is waar ik heel graag woon en de stad is waar ik verliefd op ben. Dank u. Wat boeit mij aan deze avond? Ik denk heel belangrijk, als je ziet ook het aantal mensen die hier aanwezig zijn. Dus dat zijn ook eigenlijk mensen die ook begaan zijn. En automatisch, als je hebt mensen die begaan zijn met iets, dan komen er ook al, daar komt er eigenlijk positiviteit naar boven. En dat is denk ik heel belangrijk voor deze stad, maar ook eigenlijk voor heel Vlaanderen en heel België. Dank je wel. Je moet natuurlijk zorgen voor dat elke groep, wie dan ook, of dat het nu van... ik zou zeggen van kleur of van andere gewoontes en dat er oplossingen op maat worden aangebouwd. Ik werk bijvoorbeeld zelf ook in een maatwerkbedrijf, ik zeg nu maar iets. En ik weet niet of je dat kent, dat zijn de vroegere beschutte werkplaatsen enzovoort. Dus ik wil er ook wel zeker voor zeggen van kijk, dat mensen ook zelf op zoek moeten gaan naar hulpmiddelen als ze in problemen zitten, welk probleem ook. Dank u wel. Dank u wel.